De pietenpetjes, minimijtertjes, kragen en vlaggetjes die zaterdag volop in beeld moeten komen, werden vandaag uitgedeeld op Schiedamse basisscholen. Dus ook bij De Singel. De burgemeester kwam zelfs naar de aula om aan iedereen een heus Sinterklaas knutselboek cadeau te geven. Maar ja, met alle respect, het is in deze tijd voor een burgemeester wel heel erg moeilijk om de aandacht te krijgen. Als ik nou zo doe, hè, doen jullie dan even shh. Tja, burgemeester, het is nou eenmaal Sinterklaas voor en Sinterklaas na. Of... Zwarte Piet! Zwarte Piet! Zwarte Piet! Piet was speciaal vroeg naar Schiedam afgereisd om de gemeentelijke verrassing uit te delen. En nog een memory spel. Ja. Vind je een mooi boek? Ja. En een hond. En ga je er iets mee doen? Ja. Ga je pepernoten bakken? Ja. Slekken. Het boek moet de kinderen in de stemming brengen voor de landelijke intocht van Sinterklaas. En buiten? Buiten worden verkeersmaatregelen getroffen, stoepen schoongemaakt, tags verwijderd en straten gespoten. Want als er bezoek komt, dan maak je schoon. Toch? Goedemorgen. En voor wie is dit allemaal? Dit is voor Sinterklaas uiteraard. Dat is een hele mooie taak. Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk dat hij eens een keertje eens in Schiedam komt. Het is toch wel belangrijk dat het allemaal netjes ligt. En jij zit ook braaf op de bank te zingen. Nee, ik moet samen met hem moeten we de calamiteit aanpakken. Dus. Die avond van tevoren dat er graffiti op de muur is gespoten of zo, dan moeten we dan doorgeven. En dan wordt het gereinigd in principe en nog meer kleine dingetjes. Handen uit de mouwen dus, maar we blijven er nuchter onder. Waar die visboeren staan, dan wordt die helemaal heel smerig, weet je. Met de gebakken olie. Dus die moeten we één keer in de maand schoonmaken. Ja. Een beetje speciaal voor de Sint? Ja, natuurlijk. Ja. Zo, goed antwoord, krijgt u veel cadeautjes. Oké, dank u wel.